Hey jongens, welkom in Baskenland, Noord-Spanje. Wie is dat nou? Dus Oceaan, die jullie achter me zien. En dit, nou, je ziet het al aan de golven. Dit is het gebied van de golfsurfers. Maar ook een heel erg geologisch leuk gebied om daar te kijken. Je ziet al die prachtige lijnen zitten. Het zijn allemaal aardlagen. Dit was vroeger, was dit de zeebodem. En dit is laagje voor laagje opgebouwd. En we kijken terug vanaf het krijt, de tijd van de dinosauriërs, tot verderop aan die kant. Kijken we terug naar het tertiair. En dat is zeg maar de normalere tijd. En een stukje daarvan is het paleoceen. En een stukje is het eoceen. Daar spreken we later nog over. Ik neem jullie straks mee naar twee interessante geologische gebieden toe. En op die gebieden, daar krijg je ook de monsters van. En die monsters worden gemeten met de XRF, de ICP-OES en de ICP-MS. Voor jullie om uit te werken. Even veel plezier. Hoi, welkom bij deel 2. Nou, we zijn bij een heel speciaal gebied rond de Baskische kust. Je ziet het al. Bruin gesteente daar en grijs gesteente daar. En we zitten hier op de overgang tussen het krijt en het tertiair. En dat grijze is het krijt, dat is nog de tijd van de dinosauriërs. En het bruine, dat is pleioceen, oftewel tertiair. En dat is de tijd na de dinosauriërs. En hier ergens bevindt zich wat ze noemen de KT-lijn. De lijn, hij is maar een paar centimeter, zo'n stukje maar. Ik neem wat stukjes mee voor jullie om te analyseren. En die lijn, daar vind je ook de meteoorinslag in terug. En dat vind je terug met een specifiek element, yttrium. Maar die vinden ze daar heel mooi in terug. Iridium vinden ze daar heel mooi in terug, het zware metaal. Maar ook andere metalen vind je daar nog in terug, specifiek in dat laagje. En dat maakt dus het verschil tussen die grote meteorinslag, het einde van de dino's. En voor jullie uiteraard weer om dat te analyseren met de ICP-MS en ik zou ook vragen, of met ICP-OES. En ik zou ook vragen aan of ik een ICP-MS-datavak kan krijgen voor jullie. Nou, geniet nog even van het uitzicht. Dan ga ik er zo weer vandoor. Ik zit in mijn kajakje zoals je ziet. Kijk, dat is mijn kajak. En we zitten hier op de Baskische kust. En dit is mijn uitzicht. Tot kijk!